Maastrichts energieakkoord is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking met de gemeente Maastricht. Doelstelling van deze samenwerking is het bereiken van een klimaatneutrale stad in 2030. En om deze doelstelling te bereiken is gezocht naar een samenwerkingsverband in verschillende pijlers in de stad. Grootzakelijk, industrie en overige bedrijven. De doelstellingen van het akkoord zijn hoofdzakelijk het delen van best practices, het sharen van gegevens, het motiveren, het stimuleren, het faciliteren van allerlei zaken die ons kunnen helpen, die de samenleving kunnen helpen om uiteindelijk tot een klimaatneutrale stad te komen. Bij het Maastrichtse Energieakkoord zijn de diverse partijen in Maastricht betrokken, met name grootzakelijk zorg en industrie. Een betekenis voor deze bedrijven is dat we proberen te faciliteren hoe we in de toekomst, in 2030 om precies te zijn, een klimaatneutrale stad kunnen bewerkstelligen. De Maastrichtse ondernemer kan van de SIM en van de SEB verwachten dat wij ons actief inspannen om alle gegevens die er zijn en alle kennis te delen om de klimaatdoelstelling in 2030 te bereiken voor de stad. Als dat nodig is om daar te assisteren in het maken van businessplannen, het inventariseren van mogelijkheden, het samenwerken, het organiseren van kennissessies. Kortom, we willen een hele actieve rol spelen om samen de doelstelling in 2030 te bereiken. De rol van de SEB en de SIM in het hele Maastrichts Energieakkoord is het stimuleren om mensen te enthousiasmeren, deel te nemen aan het akkoord. Om daar ook invloed te kunnen uitoefenen hoe we in de roadmap naar 2030 invulling gaan geven.